is zaterdag 12 november en dat betekent dat Sinterklaas weer naar Nederland komt. Ook dit jaar zal hij zijn entree maken aan de Waalkade in Nijmegen. We meren bijna aan in het prachtige Nijmegen. Oh, we hebben er zo ontzettend veel zin in. De stemming zit er hier goed in. De zon hebben we meegenomen vanuit Spanje, dus het komt goed. Het is feest vandaag! Hallo, wat is jouw naam? Milo. Milo. En Milo, hoe lang sta je hier al te wachten? 30 minuten. 30 minuten, dan heb je het niet koud? Nee. Nee? En vind je het een beetje spannend? Ja. Wat is jouw naam? Sarah. Sarah. Hoe lang sta je hier al te wachten? Pas net. En weet je al wat je aan de Sint gaat vragen? Veel cadeautjes. Veel cadeautjes. Heb je al een verlanglijstje? Ja. Wat is het leukste dat erop staat? Jellypeel. Heb je al een verlanglijstje? Ik weet het nog niet echt heel zeker. En wat is het leukste dan wat op je verlanglijstje staat? Een robot die automatisch muntjes kan vinden. Gaaf. En als de Sint langskomt, ga je hem dan nog wat zeggen? Dat weet ik niet. Ben je wel lief geweest dit jaar? Ja. Heel lief? Ja? Hoi, mag ik je wat vragen? Komt u nou de pepernoten leveren of de cadeautjes? De pepernoten. De pepernoten. En die worden allemaal uitgestrooid? Die wordt uitgedeeld aan de kindertjes. Hartstikke leuk. Ja, ja, ja. En u bent nu met de auto. U zit niet op de boot dus? Ik zit niet op de boot. Sinterklaas is onderweg. Bent u nou helemaal vanuit Spanje hierheen gereden? Helemaal vanuit Spanje. Spaanse pepernoten. Sinterklaas, Ach, hallo, fijn dat u er bent. Ja, ik ben ook heel blij. Ja. Ja hoor. We komen bijna aan in de mooiste stad van het land, Nijmegen, toch? Nijmegen is niet alleen de mooiste stad van het land, maar ook de oudste stad van ook het land. Ook de oudste, zeker weten. Ja. Hoe is uw reis geweest? Nou, met een paar hindernissen, maar we hebben het goed doorstaan. Ja. We zaten wel een keer achterstevoren met de boot. Vanwege de wind, hè? Vanwege de wind, ja. Maar u hebt de zon meegenomen. In Madrid is het altijd mooi weer, dus ik denk laten we een beetje zon meenemen naar Nijmegen. Dat mooie Nijmegen waar vandaag feest is voor de kinderen. Je bent verkleed als Sinterklaas. Ja? Vind je het spannend? Heel spannend, hè? Ben je lief geweest vandaag? Ja? Ben jij ook een beetje lief geweest? Ja? Jullie je stem verloren? Nee, ik heb gewoon wat pepernoten. Oh, je hebt een volle mond. Oh, oh. Kijk, daar komt hij al aan. Of niet? Zie je hem al staan? Ja? Ga je nog wat zeggen tegen Sinterklaas? Wat ga je zeggen dan? Dat ik heel lief ben geweest en eigenlijk heb ik wel eens twee keer mijn bordje leeg gegeten. Heb jij twee keer je bordje leeg gegeten dit jaar? En je bent verkleed als Sinterklaas hier? Ja. Ja? Voel je nou ook een echte Sinterklaas? Niet echt. Niet echt? Niet echt? En wat ga je vragen aan Sinterklaas? Een fiets. Een fiets? Past dat wel in je schoen? Nee, in de zak. In een zak, ja. Vind je pepernoten heel lekker? Ja. Of heb je liever een chocoladeletter? Pepernoten. Chocoladeletter. Chocoladeletter. Ja, ik krijg pepernoten. Kijk eens hoe lekker. Nou, even lekker smullen. Ja. Ja. We zijn bijna Nijmegen. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal! Yay! Yeah! Pepernoten mee? Goed zo! En hebben jullie muziek? Oh, het kan niet misgaan. Ja. Is de reis goed gegaan? Helemaal goed natuurlijk. Zijn jullie niet moe? We moeten nog beginnen. Kom op! Ja, inderdaad! Het zit allemaal in je schoen vanavond, hè? Inderdaad. Want wat is nou het meest ingepakte cadeautje? Wat is vragen, kinderen? Wat hè? Toch? Ja, die zijn er wel heel veel, ja. Ik heb geen idee. Heb je dat jij niet meer ingepakt? Nee, ik heb nou zeg dat maar niet tegen Sinterklaas. Want, Laat het hem maar niet horen. En wat is nou jouw favoriete Sinterklaasliedje? Zigeens komt stoomboot natuurlijk. Zullen we die maar even gaan zingen? Ja. Jullie kunnen hem zingen. Ja, maak muziek. Ja. Ja. Zigeens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn.
Sinterklaas, hij is er. Hij komt eraan. Sinterklaas. En dan zie je burgemeester Bruls erachter lopen. Hoe vindt u nou dat het Sint weer in het land is? Ja, ik vind het hartstikke leuk hoor. En speciaal dat hij natuurlijk ook weer bij ons in Nijmegen komt. En ik heb ook de indruk dat een heleboel kinderen met hun ouders of opa's en oma's weer gekomen zijn. Heel erg leuk, hè? En bent u dit jaar ook wel braaf geweest dat u op je schoen mag zetten? Nou, is altijd de eerste vraag die ik stel, maar het boek is verzegeld en ze durfden niet te zeggen of ik erin stond. Ja, ik ben daar best ook wel teleurgesteld zijn. Ik heb zo mijn best gedaan. Had u dan ook een verlanglijstje dit jaar? Nou, dat durf ik al niet meer. Als ik maar iets krijg, hè, ben ik al tevreden met wat ik heb, hoor. Maar ik hoop vooral dat alle echte kinderen, hè, dat die iets leuks gaan krijgen en met heel veel plezier Sint zien komen en zijn zwarte Pieter de komende weken. Dus. We zijn in Nijmegen! Ja, ja, ja! En het feest is los, want we hebben weer de zinnen! En al die lieve kindertjes die blij zijn om Sinterklaas en Sint Pieter weer te zien. En de verlanglijstjes zijn groot! Babyborns, een PlayStation, chocoladeletters, snoep. Ze vragen van alles. En het feest is hier losgebarsten. Wij gaan door met feesten en vanavond de daak op om de schoenen te vullen. Dus, hebben we er zin in? Hebben jullie Sinterklaas al gezien? Nee. Hebben jullie nog iets? Vinden jullie het spannend? Ja. Ja. Zullen we met z'n allen een liedje gaan zingen voor Sinterklaas? Ja. Sinterklaas kapoentje? Ja. Oké, okay, daar komt die. 1, 2, 3, ja. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Sinterklaasje, bommen, bommen, bommen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Hebben jullie Sinterklaas al gezien? Nee. Nog niet? Nee. Vinden jullie het spannend? Ja. Maar staat dit op tv? Dit komt op de Nijmeegse televisie. Ja. Dus wat willen jullie tegen Sinterklaas vertellen? Dat hij de beste man op de wereld is. Hoor je dat, Sinterklaas? Je bent de beste man op de wereld. En gaan jullie vanavond ook je schoen zetten? Ja! En wat hebben jullie gevraagd aan Sinterklaas? Heel veel. Maar een bril en een hele grote lijst vol. En ik heb PlayStation 4 gevraagd. Zo, dat zijn grote cadeaus. Van K3. K3, oh, die vind ik ook keileuk. Zingen ze een liedje van K3? Mama C, Mama Sam, Mama Sakka Boomba. Mama C, Mama Sam, Mama Sakka Boomba. Cornelia, als je tegen de Sinterklaas zeggen dat hij bij, mij een selfie moet maken. Dat hij met jou een selfie moet maken. Zou die wel, heeft hij wel zo'n telefoon? Dat weet ik ook niet hoor. Die oude man. Wat zou jij nou heel graag willen hebben? Dan kan ik het stiekem tegen Sinterklaas vertellen. Een kiddiezoen. Een wat? Een kiddiezoen. Wat is dat? Een camera. Een camera. Oh, ga je vloggen? Voor je eigen YouTube kanaal. Oh,
man. Ik ga het tegen Sinterklaas vertellen. En wat staat er op jullie verlanglijstje? Ik heb nog geen verlanglijstje. Nou, dus moet je die wel gauw gaan maken. Ga even naar... Ik heb er ook nog geen. Ook nog geen. En jij, heb jij al een verlanglijstje? Ja, Mercedes AMG. Oh, een dikke vette auto. Hoe smaken die pepernoten nou uit Spanje? Lekker. Lekker? Het lekkerste dat je ooit geproefd hebt? Nee. Nee, niet? Nee, wat heb je dan liever? IJsjes. IJsjes, ja, maar dan kunnen ze er niet mee strooien. Ja. Sinterklaas, welkom. Ik hoor graag wat u allemaal te vertellen heeft en wat de burgemeester te vertellen heeft voor de kinderen in Nijmegen. Ja, dankjewel, Praatjes Piet. Oh, Sint-Nicolaas is heel erg blij dat hij vandaag in dit feestelijke... Kijk eens, de pieten hangen slingers op. In het feestelijke Nijmegen mag zijn. Meneer de burgemeester. Oh, kijk eens. Feestelijke serpentines. En van alles. Ik vind het geweldig om in uw stad te zijn, meneer de burgemeester. Omdat u eigenlijk al het hele jaar feest heeft in Nijmegen. Nou, ik wil vooral u van harte welkom heten in ons Nijmegen. Want jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's, tantes en ooms en iedereen die bij is. Wij vinden het hartstikke leuk dat Sint en zijn Pieter weer in Nijmegen is. Toch, laat u eens horen. Nog een keer, hippie hoera voor Sint en zijn Pieter. Laat u horen. Ja. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back. Sinterklaas uit zwaaien. Als je deze aflevering verder wil kijken, dan n1.nl. Doei! Dag Sinterklaasje, dag.